Het gaat rap bergafwaarts met Imtech. Toen vanochtend bekend werd dat het ingenieursbedrijf nog geen lening heeft gekregen om de boel te redden, stortte de beurskoers in. Joris Polman van onze DFT-redactie over de vraag of Imtech dit gaat overleven. Aanleiding is een bericht vanochtend, SNS. Die heeft gezegd, jongens, verkopen. En dat advies sluit aan bij wat gisteren al naar buiten kwam van een Belgische zakenbank, Peterkam. Die zette het koersdoel maar liefst op dubbeltje. Terwijl het vorige week nog bijna 5 euro was. Aanleiding zijn mislukte besprekingen met de financiers. Imtech heeft acuut 75 miljoen euro nodig om allerlei verplichtingen, met name in Duitsland, nog te kunnen voldoen. Wij hebben berichten ontvangen dat er zelfs problemen zijn geweest om de afgelopen maand de salarissen te betalen. En wat je nu ziet is voor het eerst dat er analisten zijn die openlijk speculeren over een al dan niet gedeeltelijk faillissement van het bedrijf. In de kern komt het er gewoon op neer. Er gaat meer geld uit dan dat er binnenkomt. En het management slaagt er dus niet in om, zoals we dat in jargon noemen, een turnaround te bewerkstelligen. Dat blijft uit. Die lening blijft uit. En dat is de reden dat er dus nu heel veel paniek aan het ontstaan is op de beurs. Jongens, komt dit nog goed, is de vraag.